Hoi, ik ben Sterre, ik ben 18 jaar en ik woon hier in Bodegraven. Ik ben geboren met een hartafwijking, een hypoplastisch linker hartsyndroom en transpositie van de grote vaten. In mijn vrije tijd hou ik heel erg van met vriendinnen afspreken, naar feestjes gaan en ben ik vaak te vinden in de sportschool. Ik probeer sowieso altijd alles mee te doen en een normaal mogelijk leven te leiden. Ik doe ook heel veel. Maar de afgelopen jaren ben ik natuurlijk mezelf al tegengekomen. Zo weet ik dat ik niet van de ene trein naar de andere trein kan rennen met een sprintje. Terwijl misschien medepassagiers het wel kunnen. Ik ben gestopt met voetbal omdat het gewoon niet meer haalbaar is om met mijn teamgenoten door het veld heen te rennen. Door de jaren heen ben ik natuurlijk veel in het ziekenhuis geweest. Tot het begin wat meer dan nu op het einde. Maar ik heb daardoor wel spullen verzameld en gekregen. Dit zijn tikkie-rings. Tikkie-rings krijg je bij elke behandeling of controle in het ziekenhuis. Deze tikkie-rings krijg je sowieso. Deze tikkie-ring is voor hechtingen te verwijderen. Deze tikkie-ring is voor controles. Deze tikkie-ring is voor een ECG. Dan heb je deze tikkie-ring voor een hartoperatie. En deze tikkie-ring is voor een echo. Dit is mijn ziekenhuisknuffeltje Bebe. Deze kreeg ik bij mijn allereerste operatie van mijn opa en oma. Vroeger ging hij altijd mee naar alle behandelingen en operaties. Nu staat hij bij mijn bed als herinnering aan een mooie en bijzondere periode. Dit zijn foto's van mij in het ziekenhuis. Dit is samen met mijn oma na een operatie. Hier kwam mijn zusje en toen gingen we altijd samen kibbeling eten op bed. Op dit moment ga ik naar de sportschool. Ik heb samen met een vriendin een personal trainer waar we nu een uurtje mee gaan sporten. Waar ik moet opletten is dat ik goed mijn grenzen aangeef op conditioneel gebied. Want op kracht lukt het meestal wel, maar vooral met conditioneel gebied moet ik het toch wel even vaak sneller zeggen van joh, dit is mijn grens en meer kan ik niet. Maar voor de rest doe ik eigenlijk altijd zoveel mogelijk mee. Op dit moment zit ik in de auto op weg naar het ziekenhuis. Ik heb daar een transitiegesprek met mijn arts. Over de overdracht van het WKZ naar het UMC. Zelf heb ik nog een paar vraagjes aan de arts van, is mijn medicijnen nu op orde? En is hardlopen wel verstandig genoeg voor mijn hart? Omdat ik daar soms best wel een piepende adem van krijg en een watelende adem en steken bij ervaar. En dat ga ik dus eventjes navragen en ik ben verder voor de rest heel erg benieuwd wat het gesprek nog meer inhoudt. Op dit moment ben ik in het WKZ. Ik heb zometeen onderzoek. Ik heb een ECG en een echo. En daarna heb ik een transitiegesprek. Ik ben nu terug van de onderzoeken en het transitiegesprek. De onderzoeken waren allemaal heel erg positief en dus helemaal alles is goed. Mijn vragen zijn ook beantwoord. Mijn medicatie is opgehoogd naar de 18-jarige leeftijd en wat ik nu mag slikken. En qua hardlopen moet ik gewoon rustig opbouwen en gewoon even wat langzamer doen. Meer de tijd nemen en gewoon doen wat goed voelt.